Zo, kandidaten. Jullie gaan straks een persoonlijke cupcake maken. Met een tekstschildje erop. In de bakkerij, daar maak ik ook voorraadschildjes. Als je voor cupcakes alleen schildjes zou moeten maken, dan hoeven ze niet zo heel groot te zijn. Zie je, dus je kan dus vormen uitsnijden uit de losse hand met een mes. Je kunt er zo in één keer heel veel maken. Allemaal dezelfde beweging doen. Je kan heel mooi zo'n naam opzetten van iemand. Kijk, en om een mooi effect te krijgen, dan zou je met een brandertje kunnen doen. Hier. Dan lijkt het een beetje echt zo'n schildje. Zal ik de chocoladeschildjes laten zien, jongens, hoe we dat doen? Ja. Ik kom uit de diepvries. Kijk, zie je dat? Dat zie je wel, als heel koud. Wat je wel even doet, kijk, je ziet hier een beetje een soort condens op zitten, zie je? Dus het krabbelt altijd even een beetje eraf. Kijk, wat we dan doen, eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon een beetje warme chocola, jongens. Kijk, in principe giet ik er gewoon zo een beetje chocola op die steen. Nu halen we een mes al langs, dan strijk gewoon eventjes zo. Snij gewoon een lange baan, zeg maar. Kan dat ook kunnen? Kijk, dan pak ik hier zo'n snijfiets en dan moet zo'n snijrol. Dan kun je eigenlijk allemaal verschillende maten kun je ze instellen. Dan zet ik hem erop. En eigenlijk kun je gewoon heel makkelijk zo. Zie je dat? Nee. Snij je een strook. En eigenlijk met een mesje kun je gewoon kleine schildjes snijden. Zie je zo? Omdat ik zo gaaf. Kom maar. Wow. Zie je dat? Dan komt het natuurlijk zo koud in die steen. Dus die chocola wordt meteen, die stolt meteen. Dus je moet ook niet te lang wachten met snijden. Want als je op een gegeven moment te hard is, dan breekt hij natuurlijk helemaal. Zo kun je eigenlijk alle modellen, kleintjes, grote, lang, wat je zelf wilt.